en leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Het is vandaag maandag. En ik ben al een poosje bezig met een nieuwe fotostalling. Ik heb namelijk net in de tuin alvast onze picknicktafel gesteld, omdat het nu nog lekker koel is. En de zon schijnt een keertje niet zo ver in onze tuin. Dus ik zal jullie even laten zien, vlaggetjes, wat ik al gesteld heb. Dat is namelijk nu zo de picknicktafel. En zoals je ziet, komt de zon inderdaad al in onze tuin. Dus ik hoop dat hij nog heel eventjes weg blijft, zodat ik ons tuinzetje ook leuk kan gaan stylen. Dus dat is dan ook wat ik nu ga doen. Ik ga nu ons tuinzetje stylen en dan nog even een paar nieuwe foto's maken. Want het is nu wel de ideale temperatuur buiten en de zon is dus nog niet in de tuin. De reden is eigenlijk heel simpel. Ik zal hem één keer laten zien, want het ziet er echt gewoon niet uit. Dat is wat de reden dat we nog bezig willen in de tuin. En ik heb al een heel leuk idee. Maar ik zal jullie eerst het hoekje laten zien. Het gaat dus namelijk hierom. Er staan hier dus allemaal containers. Dit is onze mislukte ziegels. Volgens mij heb ik hem destijds veel te lang afgeknipt. En dit is onze papiervoorraad. Maar dit gaat dus binnenkort weg. De containers willen we voor het huis hebben met een mooie ombouw. Zodat ik hier eigenlijk van hier tot aan daar een mooi hangmat kan maken. Ik heb net besloten om mijn werkplek te gaan verhuizen van binnen naar buiten. Want mijn werkplek staat dus eigenlijk volledig in de zon. Ik zal jullie eventjes laten zien hoe het er zo uitziet. Ik let trouwens echt niet op de troep. Maar zoals je ziet, dit is mijn computer. En nou ja, 1 plus 1 is 2. Dus ik ga even kijken of het lukt om mijn computer naar buiten te slepen en of ik daar een plekje voor heb. Tadaa! Hij staat. Zoals jullie konden zien ben ik een kilo afgevallen. En dat terwijl ik niet eens super goed heb gegeten. Maar blijkbaar was het wel genoeg. Dus ja, dat is nummer 1. En horen jullie dat trouwens? Nee, ik ook niet. Ik heb namelijk een nieuwe camera. En het ruis is eindelijk weg. Dus ja, super, super blij. Ik hoop dat jullie het ook opvalt. Dat ik het dus niet alleen voor mezelf doe. En verder gaan we zo even naar opa en oma toe. Want daar kunnen we onze grote dozen naartoe brengen. Ik liet gisteren al even zien dat we heel veel grote dozen in die hoek in de tuin hebben staan. En daar gaat nu eindelijk een eind aan komen. Nou, de eerste dozen zijn hier al naartoe gebracht. Hubby haalt even de rest van de doos op, want dat past dus gewoon niet meer in de auto. En dan ga ik ondertussen alvast even de plantjes verzorgen. Goedenavond, het is vandaag donderdag en ik heb zojuist een pakketje van de H&M ontvangen. En ik ga hem even samen met jullie uitpakken. Er zitten namelijk 2 t-shirts in. Een roze en een blauwe. Maar waar het mij eigenlijk om ging, is dit leuke tasje. Ik zie nu alleen dat hij groen is in plaats van blauw. En ik dacht juist dat die blauw was, dus dat is eventjes kijken of het in de gang past. Ik heb het tasje net even uit de verpakking gehaald en ik heb hem even in de gang neergehangen. Maar hij is wel blauw en hij is dus niet groen. Ik zal hem eventjes laten zien zo. Kijk, nou, duidelijk blauw dacht ik zo. Niet te strakker. Dit wordt hem dus. Ja, dan heb je... Wel sportief zo. Ja. Oh, wauw. Zit het in de tas vast? Ja, het zit aan de onderkant. Dan trek je er zo overheen. Ben je klaar? Dus dit wordt hem. Onze backpack.
Onze slaapkamerbloemen hebben het inmiddels begrepen, zoals jullie kunnen zien. Volgens mij was het toch iets te warm. Maar ik heb net mijn bloemenpakketje binnengekregen. Die ga ik nu even op de vaas zetten. Het is vandaag vrijdag en ik ben lekker vroeg opgestaan zodat ik nog eventjes in de koelte kan werken. En dit is nu de situatie. Ik heb echt even alles opengezet. Het waait hier nu echt zo lekker door. Dus ik sta hier echt al een poosje zo van heerlijk. En om jullie eventjes een ideetje te geven. Het is volgens mij bijna 8:30. En het is momenteel 27,9 graden. Verder ben ik alvast begonnen in de tuin. Ik heb namelijk binnenkort een samenwerking met Fatboy. En even kijken weer de vlaggetjes. Tadaa! Ik ben alvast bezig met het creëren van een mooie tuinsetting. Dus je ziet, de zon zit daar nog achter. Dus ik heb heel veel geluk. Hé, liefie. Jij dacht ik ga er alvast zitten. Ik ben al een poosje aan het editen, maar dit is dus wat er net is gebeurd. Dit was mijn L-decoration. Ik ben momenteel een siesta aan het houden, want het is echt gewoon niet meer te doen. Het is namelijk 36 graden. En ik denk dat het tot 4 uur eventjes hier lekker blijft liggen en YouTube filmpjes ga kijken. Want ja, als ik nu ga slapen, dan denk ik dat het helemaal niks meer wordt. En dan ga ik vanaf een uurtje of 4 weer verder werken. Zodat het net even wat koeler is, hoop ik. Want ja, hier zijn wij Nederlanders toch niet voor gemaakt. Het is inmiddels eigenlijk al 5 uur geweest. En ja, ik ben niet meer aan het werk geweest, want het is gewoon echt te warm. Ik ben zelfs in slaap gevallen op vloekleed hier binnen. En ik denk dat ik morgen gewoon vroeg uit bed ga om nog even verder te werken. Dan moet dat maar eventjes op deze manier. Maar ik vind het ook niet erg, want ik vind het 's ochtends echt heerlijk buiten. En verder ga ik nu denk ik even kijken of ik een salade kan bestellen. Ik vraag me eigenlijk af wat iedereen überhaupt eet met dit weer. Ik ben trouwens niet de enige die een kleine siesta heeft gehouden. Want daarnaast mij... Poesel! Ja, die is echt dood. Oh, dan had ik nog een masterplan vandaag. We hebben lekker afgekoeld in het zwembad bij mijn ouders en bij mijn broertje. We zijn op zoek naar de maansverduistering. Aan deze kant is het helemaal donker. Maar we kunnen de bloedmaan niet vinden. Daar is hij dan. Goedemorgen, het is zaterdag. En kijk nou. Ik denk dat dit regenbuitjes zijn. Eindelijk. Waar ben je naar aan het kijken? Ben jij ook blij? Jij hè? Want het regent. En dan is het nu tijd om de laatste dingen in de gang te gaan doen. We moeten nog eventjes een budgetplankje op de radiator doen. Want ik wilde eerst heel graag een radiatorombouw hebben. Maar achteraf gezien is een budgetoplossing natuurlijk ook wel heel fijn. En het is zo gepiept. Dus dat scheelt heel veel werk. Ik zag net in de spiegel dat je de achterkant van de antracietmuur nog ziet achter de radiator. Ik moet nog heel eventjes bijwerken en dan kan ik alles gaan stylen. En echt helemaal afmaken. Dus ik ben helemaal happy. En ik hoop het staat gewoon heel snel met jullie te gaan delen. De hele make-over video staat dit weekend online. Dus hou vooral eventjes mijn YouTube kanaal in de gaten mocht je nieuwsgierig zijn naar het resultaat. Eventjes snel tussendoor. Dit zijn dus de dingetjes waar ik het over heb. Ze komen per 2 in een pakje. Uit mijn hoofd volgens mij zo'n 10 euro. En eigenlijk is het heel makkelijk, want je klemt dit dus met die schroefjes op de verwarming of op de radiator. En dan leg je er eigenlijk gewoon een plank bovenop. En klaar is Kees. Nog een andere leuke tip. Overal bij ons in huis staan her en der, van die gedroogde eucalyptus stengeltjes. Maar wij hebben dus zelf een eucalyptusplant in de tuin staan. Dat is dus deze. En hier knip ik eigenlijk altijd de takjes vanaf. En dan zet ik ze in een vaas. En dat is ook wat ik nu ga doen.
vandaag zondag. Het huishouden is al gedaan en de gang is natuurlijk af. Dus wij gaan vandaag lekker gezellig met vrienden toeren. Want het is natuurlijk weer hartstikke warm buiten. En we hebben nu oma's scoot en hun hebben dus ook een scoot. Dus we gaan lekker toeren. Ik heb geen idee waar naartoe. Ik heb voor de zekerheid mijn bikini maar aangetrokken. Want voor hetzelfde geld kom je toch nog water tegen. En dan sluiten we af met een barbecue hier bij ons thuis. Dus dat wordt een leuk dagje. Maandag en ik heb niet zoveel te stellen, dus bij deze wil ik alvast de vlog gaan afsluiten. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie volgende week gewoon weer terug te zien. En als je nog geen abonnee bent, vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Doei doei!